Dag, mijn naam is Aar. Vandaag f van x is afwaarde van 5 min afwaarde van 3 min x. Ja. In welk punt heb je geen lokaal extremum? Extremums zijn maximum en minimums. Nu, afwaarde waarde is altijd groter dan 0. Een minimum betekent in feite wanneer heb je de waarde 0. Ja. We gaan kijken wanneer f van x gelijk aan 0 is. Dan heb je een minimumwaarde. Dat betekent in feite dat deze waarde 0 moet zijn. Dat betekent 3 min x moet gelijk aan 5 zijn. Je hebt 5 min een getal. Dat betekent dat de afwaarde van 3 min x moet 5 zijn. Dat kan zijn ten eerste, als x gelijk aan 8 is, krijg je 3 min 8, krijg je even goed schrijven, krijg je dus 3 min 8 is min 5, of de waarde van min 5 is 5. Ja? Dus 8 kan geen oplossing zijn. Tweede mogelijke waarde is x gelijk aan min 2, want 3 min min 2 wordt 3 plus 2 is dus 5. Ook bij waarde min 2 heb je een extreem. Dus ook de waarde c, min 2, kan geen oplossing zijn. Tweede mogelijkheid, een maximum. Wanneer heb je een maximum? Wel, de grootste waarde is 5. Je neemt 5, je trekt een positieve waarde af van 5, dus de hoogste mogelijke waarde zal 5 zijn. Wanneer heb je 5? Als de waarde 3 min x gelijk aan 0 is. De absolute waarde van 3 min x gelijk aan 0. Dat betekent dat x gelijk aan 3 is. Bij x gelijk aan 3 heb je een maximum. Ja? Dat betekent de enige mogelijke oplossing waar je geen extremum hebt, is bij de waarde b2. Dus geen extremum bij b2.